Minister Reshma Kuldeep Singh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Ontwikkeling, ISOTI, kondigt een herziening van de kostprijscalculatie voor aardappelen aan. Tegenover journalisten sprak de bewindsvrouw over berichten uit de gemeenschap dat aardappelen boven 100 SRD per kilo worden verkocht. Ik had al aangekondigd, doordat die slechte oogst er is, dat er een schaarste zou ontstaan en dat die prijs omhoog zou gaan. Maar ik wil toch even het onderzoek doen wat er precies aan de hand is en of we nog die schaarste hebben. Want de afgelopen week was er niet echt een schaarste. We hebben het gemonitord. Maar zodra ik zo meteen op kantoor ben, dan zit ik met mijn team erover. Ik heb al een informatie opgevraagd. De bewindsvrouw zegt terug te zullen komen op het vraagstuk van de aardappelschaarste en prijzen. Over de prijsopdrijving van uien zegt Kuldeep Singh dat die al onder controle is. We hebben onze prijscalculatie was tussen de 80 en de 85, 90 SRD. Dus daar houden ze zich wel aan. Maar ik heb gezien dat uien is 80 nu in de winkels. Maar ik heb gezien dat aardappelen tot 100 is gegaan. We zijn een importland. Ik heb het verleden ook al in mijn interviews gezegd. We zijn een importland. Ik heb het search gelaunched en we hebben gezegd we moeten gaan naar eigen productie. We moeten gaan kijken naar onze eigen producten. Natuurlijk kan het niet van de ene op de andere dag als er nooit erin is geïnvesteerd en we hebben de capaciteit nog niet. Kuldeep Singh verwijst naar de basisgoederenlijst waarmee het ministerie nog bezig is. Ze noemt het een toffe job om de lijst aan te vullen met lokaal geproduceerde producten.